Het is een jarenlange traditie op de vrijdag voor de carnaval het hofbal. Wat is het hofbal nou precies en waarom moet je erbij zijn? We vragen het aan de president van de Hofraad, Stasio Teunissen. Wat houdt het hofbal precies in? Het hofbal is het uh, ja, grootste, mooiste en meest toonaangevende gala van uh, Nijmegen. Een gala met ook een uh, stevige knipoog naar het Knopsenburgse carnaval. Dus alle heren die komen chic in smoking, black tie met een strik en de dames in het lang of In het cocktail en dan gaan we de hele avond gezellig met elkaar feestvieren. En hoe is het eigenlijk ontstaan? Het Hofbal is ontstaan 27 jaar geleden en het doel was de ondersteuning van het Knopsenburgse Carnaval. En elf heren uit het Nijmeegse, directeuren, eigenaren, die zijn toen samengekomen om een heel mooi gala te organiseren en om uiteindelijk hiermee ook een bijdrage te leveren aan het carnaval. En inmiddels organiseren we met de Nijmeegse Hofraad bestaande ook uit diverse Ondernemers, jaarlijks dit, dit gala. En hoeveel mensen worden er verwacht dit jaar? We verwachten om en nabij de 13000 1400 mensen. En ik heb ook begrepen dat mensen kunnen dineren. Kunt u daar wat meer over vertellen? Jazeker, vanaf 6 uur nodigen we alle sponsors. Dus ook alle directeuren, eigenaren ook van, de, van de bedrijven uit. En dan gaan we in de grote zaal, de balzaal gaan we dineren. Met bijna 300 gasten. En dat zijn echt de directeuren, de eigenaren van, uh, van de sponsors. Een sitting-dinner, uh, gezellig netwerken. Ook weer genieten van entertainment. Heel uh, bijzonder passend entertainment. En dan lekker drie gangen, dineren. Lekkere wijnen erbij. Tot de klok van acht. Dan komt ook de prins van Knolsenburg langs. En dan na acht uur wordt de zaal in een rap tempo omgetoverd tot de feestzaal. Om vanaf negen uur het hofbal te kunnen vieren. En kunt u dan iets verklappen over het programma van die avond? Dat kan ik wel, maar dat doe ik niet. Heel veel mensen hebben natuurlijk wel een idee van oké, okay, wat ze kunnen verwachten op het Hofbal, heel veel gezelligheid en dergelijke. Maar we willen ook zeker ook qua artiesten, qua entertainment dit jaar alle gasten verrassen, want we hebben een topper, echt de crème de la crème van het Nederlandse artiestenwereldje hebben wij vastgelegd voor vrijdag.